Het is voor het eerst voor het echt hier natuurlijk. We hebben een generale gehad met het publiek, maar dat zijn vrienden en kennissen en familie. En dit zijn, het is een bak met echte mensen. Ik weet dat er nu het publiek anders is en dat ze nu betaald hebben voor een kaartje. Maar ik heb niet meer die nervositeit, nee. Het is een gezonde spanning, een heerlijke gezonde spanning. Goedenavond, welkom. Zeker spannend, een historische avond. Na 5 jaar weer het gebouw open. 950 mensen die naar het try-out komen, openbare voorstelling. Voor La Cage Vol. Dat is heel fijn om dat te zien. En zeker de eerste dag al meteen, eerste uitverkochte voorstelling. Het is een gekkenhuis in het Lamar nu, want nu is het af, maar het was natuurlijk nog niet af toen we hier kwamen. Dus tegelijkertijd ben je bezig met het maken van de productie en andere mensen om je heen zijn bezig met het maken van een gebouw. En tegelijkertijd weet je dat je in iets staat waar je met z'n allen geschiedenis mee gaat schrijven. Goedendag. Hallo. Weet u dat u eigenlijk het eerste publiek bent? Ja, we hoorden het net dat we het eerste kopje koffie kregen, dus... Realiseert u dat u het eerste publiek bent? Ja, dat realiseer ik me zeker, ja. Daarom vond ik het ook heel erg leuk om te komen. Ik wens u heel veel plezier. Niet alleen vanavond, maar ook in de toekomst. Dat u nog vele avonden in ons mooie theater in het hartje Amsterdam zult gaan bijwonen. Op het moment dat de muziek start, dan giert de zenuw even door je lijf. Een paar minuten van tevoren. Op het moment dat je op het toneel komt, dan is het ook in één klap weg. En dan is het leuk en dan ga je. Geweldige voorstelling. Genoten. Mooi theater. Dus een aanwinst. Mevrouw, wat vond u ervan? Helemaal top. Helemaal geweldig. Top. Helemaal top. Ook een onwijs leuk theater vind ik het. Veel knus.